In deze video gaan we het hebben over de finale bij marathonschaatsen. Als het complete peloton richting het einde nog bij elkaar schaatst, zullen de schaatsers met elkaar sprinten om de winst. De rijder die als eerste over de finish komt, wint. En bij het afsprinten mag je elkaar niet hinderen. Klopt, maar er zijn ook andere variaties op de finale. Als de kopgroep het peloton één of meerdere rondes heeft ingehaald, finisht het peloton eerder en verlaten zij direct de baan. Hoeveel eerder hangt af van de grootte van de kopgroep. Bijvoorbeeld, wanneer er 5 rijders in de kopgroep 1 ronde voorsprong hebben op het peloton, moet het peloton 5 rondes eerder afsprinten. De scheidsrechter bepaalt tijdens de rit de finishprocedure. Luister goed naar de speaker, want die roept dit om. Wanneer de laatste ronde wordt bereikt, wordt de bel geluid. Precies. En dan sprint de kopgroep om de winst. Meer leren? Bekijk de andere Leer Meer video's of vraag hiernaar bij jouw trainer.